Als je gewend bent op een gewone fiets, wat je met je linkerhand deed, doe je nu gewoon met je rechterhand. En wat je met je rechterhand deed, doe je met je linkerhand. Gewoon precies hetzelfde. Ah. 200 jaar geleden kwam de fiets op de weg. En 80 jaar later was hij, nu te zien in het Fietsmuseum in Nijmegen, helemaal ontwikkeld. Met de massaproductie gingen alle remmen los. Alle volwassenen konden in Nederland afstanden afleggen die daarvoor ondenkbaar waren geweest. Dat deden we massaal, jong en oud, rijk en arm. Niemand maakte zich druk over de vraag hoe het toch kan dat deze massale acrobatische vertoning aanvankelijk zo soepel en onschadelijk verliep. Nu er meer dodelijke ongevallen met fietsers gebeuren dan met auto's, wordt het nu toch wel interessant om te kijken hoe zo'n fiets werkt. En of er misschien iets te verbeteren is. Goede. Middag. Oh. 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 Kijk, tof. Nou, trek. Dank. Zo, 1880 is deze? 1880, ja. Is toch ongelooflijk? Nou, het mooie aan die fiets is, die heeft de eigenschap dat wanneer dat die beweegt tegen een redelijke snelheid, dan corrigeert hij zichzelf. Kun je zien, kijk. Ja? Hij staat nu gewoon recht in het verlengde van de fiets. Je kantelt hem naar kijk, rechts. Oh, kijk, daar gaat hij. En andersom. Ik kantel hem naar mij toe. Dan komt het wiel, de voorkant van het wiel, naar mij toe. Ja. Maar dus het feit dat hij, als die fiets kantelt naar rechts, dan stuurt hij naar rechts. Precies. En dat zorgt voor stabiliteit. Precies. Dat zorgt ervoor dat die fiets zelf zijn eigen zwaartepunt onder zijn kantelpunt brengt. Want je moet je gewicht altijd in het midden houden. Ja. En als dat een beetje naar rechts gaat, dan stuurt het snel naar rechts. Ja. Zodat er weer onderop komt. Precies. Dat doet hij. En kun je laten zien met beweging hoe die dan... Zeker, door te rennen. Dus kun je ook doen, als je hem hier vasthoudt bij het zadel. Ja, en je zorgt een beetje dat je een redelijke snelheid hebt. Hè? En als je op snelheid bent, ren maar even. Ja. Laat hem stuur maar los. Ja. Dan even naar rechts laten kantelen, naar links. Ja. Ja. Je stuurt dan meteen de goede kant op. Als we die kant oplopen, dan kun je het nog eens doen. Ja. Even snel. Ja. Ja. En kantelen. Oh ja. Naar rechts. Ja. Naar rechts. Naar links. Ja. Ja, je kan hem via het zadel kan je hem sturen, dus... Wel, je gebruikt het zadel om de fiets te laten kantelen. Ja. En een automatische reactie van de fiets is dat als die kantelt, dan draait hij het voorwiel. Dus om een fiets stabiel te krijgen, moet je sturen richting de kant dat je valt? Uiteindelijk moet het wiel daar wel naartoe. Hoe je dat met je handen moet doen, dat is een andere vraag. Eigenlijk heeft een fiets onze handen helemaal niet nodig om stabiel te blijven. De constructie van de voorvork maakt de fiets zelf stabiel. Het vanzelf bewegende stuur houdt de fiets rechtop, zolang die snelheid heeft natuurlijk. Het is gemakkelijk te laten zien dat het bewegende stuur belangrijk is. Als we het stuur vastzetten, dan zie je het verschil. Deze eigenschap van de fiets heeft fundamentele gevolgen voor hoe we fietsen. Nou, het ziet eruit als een normale vouwfiets. Niks mis mee. Nou ja, het is wel anders, dat is wel zichtbaar. Ja, is niet relevant. Ja, ja. Nou. Oh ja, nee, oké. Okay. Ja. Ja, dit is heel gewoon akelig. Een zelfstabiele fiets, net zoals die andere fiets. Moet gewoon... Wat je gewend bent op een gewone fiets, wat je met je linkerhand deed, doe je nu gewoon met je rechterhand. En wat je met je rechterhand deed, doe je met je linkerhand. Gewoon precies hetzelfde. Gewoon niet zo moeilijk doen. Ja, is niet moeilijk. Gewoon doen. Oké. Okay. Ah. Het is echt niet mee te fietsen. Je moet wel je aandacht erbij houden, hè, Diederik. Ja, ja, ja. Het is gewoon een zelfstabiele fiets. Ja. En wat je eerst met je linkerhand deed, doe je nu met je rechterhand. Je geniet er te veel van. Oké, dus... Kun je proberen? Kun je proberen? Dat helpt. Oh, dit is echt zo het begin van een ongeluk. Nee, goed. Gaat goed, joh. Goed, goed. Ja, nee, heel goed. Ja. Oké, met heel veel oefenen en wat meer zelfvertrouwen gaat het beter... Maar het is moeilijk. Waarom is dit zo moeilijk? En wat leren we hiervan, zeg maar? Wat? Maar
je weet, de fiets is uit zichzelf stabiel. Ja. Hè? Maar wat jij met het stuur doet, dat verstoort de stabiliteit. Ik verpest het allemaal. Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ja. Eigenlijk wel op neer, ja. Nee, maar hoe zit dat dan in mijn hoofd? Wat gebeurt er? Ja, toen jij hebt leren fietsen, is er in jouw hoofd een programmaatje aangemaakt. Mm. Ja, en dat is er, en dat gebruik je telkens als je fietst. Maar je bent er niet bewust van. Het gaat allemaal vanzelf goed. Maar dat programmaatje is wel alleen maar geschikt voor het soort fiets waar jij ooit hebt mee leren fietsen. En nu stap je op een andere fiets. Hè? En dus de input die fiets geeft en de vereiste motorische output, hoe dat je drukt op je stuur, is anders voor deze fiets.